Esther van der Leden is van de Meerpaal in Dronten. En voor de mensen die met ons meekijken, die zien op de achtergrond al wat beelden van Expeditie Eiland. Oh, komende week te zien. Wij zijn er naartoe geweest, Arnoud. Ja, net in première gegaan. Ja. En nu al in de provincie. Twee dagen achter elkaar zelfs. Daar ga je het ongetwijfeld over hebben, denk ik. Esther van der Leden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt inderdaad. Maar jullie zijn er geweest. Wat vonden jullie ervan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, het is een vermakelijke show. Het is première, weet je wel. Dus er moet er nog het een en ander aan gebeuren. Dat hebben de recensies ook wel verteld. Dat er nog wel wat aan moet gaan gebeuren. Ja. Of dat gaat gebeuren, ja, dat kunnen we bij jullie zien. Nou, dat klopt inderdaad. En dat kan inderdaad donderdag en vrijdag. Ik bedoel, het is vandaag een beetje lente aan het worden. Nou ja, de zomer komt ook weer terug in het theater. Want nou ja, donderdag en vrijdag is inderdaad Expeditie Eiland te zien hier in de Meerpaal in Dronten. Twee voorstellingen. Inderdaad, best wel kort achter de première aan. Maar ik verwacht dat ze eigenlijk in een week tijd ook wel nog... Ja, ik ben benieuwd wat ze eventueel hebben aangepast of niet. Maar wat je ook wel meekrijgt is dat mensen het gewoon echt wel heel erg herkennen van Expeditie Robinson. En dat het gewoon een vermakelijke avond is inderdaad. En ik begreep dat jullie Ferry ook nog spreken vandaag of hebben gesproken? Nou, ik heb gevraagd of hij nog eventjes langs wil komen bij ons in de studio komende donderdag. En als het goed is en de opnames van Goede Tijden lopen niet te veel uit, dan zal die ook nog eventjes langskomen bij ons in de studio. Dat klopt. Oh, oké. Okay. Oh, zo. Oké. Okay. Ja. Dus nou ja, die zijn inderdaad donderdag en vrijdag, dus twee dagen achter elkaar te zien hier in de Meerpaal. En we hebben deze opstart, zeg maar, van het theaterseizoen iets met voorstellingen die in première gaan en die daar strak achteraan te zien zijn in de Meerpaal. Want we hebben vrijdag, hebben we dus in de grote zaal Expeditie Eiland en in de kleine zaal hebben we Lakshmi. Ik weet niet of je het kunt zien. Ja, zeker. Zij was vorige week bij ons. Oh, ja. En ja, dat is natuurlijk iets heel anders. Maar ze gaat theater in met haar muziek. En dat is denk ik wel de terechte plek waar ze moet zijn. En die voorstelling die gaat morgen in première. En Adem is vrijdagavond om 20:30 te zien in onze kleine zaal. Ja, ze gaat in première in de Kleine Comedie in Amsterdam. Klopt. Van de mooiste theaters van Nederland. Sowieso de gezelligste misschien wel. Heel intiem. Ja, leuk. Ja, dat is zeker leuk. En het is natuurlijk echt van die pop-noir muziek. Met van die elektro-elementen erin, wat de liveband ook zal spelen. Ja. En de voorstelling wordt ook ondersteund met beelden. Mm-hmm. En wat ik daarvan hoor en wat ik daarover lees, is dat dat echt wel dat het echt de mensen meeneemt. Dus dat dat echt een bijzondere voorstelling is, wat zeker indruk zal maken. Dat geloof ik graag, ja. Nou, ze maakt op ons ook al heel veel indruk. Goeie zangeres ook. Nog meer? Ja, of zijn dit zeker de voorstellingen? Oh, je hebt nog meer. Ja, ik zie het al. Je hebt een heel boekwerk bij je, geloof ik. Ja. Oh, nee hoor. Nee, maar valt mee hoor. We hebben alleen zondagmiddag voor de liefhebbers van klassieke muziek hebben het Apollo Ensemble nog. Met duo's van God en viool. Mm-hmm. Dus dat is bij ons in de kleine zaal ook op zondagmiddag voor de mensen die liefhebber zijn van klassieke muziek. Okay. Voor elk wat wils. Zeker. Oké. Okay. Esther van der Leden van de Meerpaal in Dronten. Dankjewel en graag tot volgende week.